van de dag. Ja, zet een mes aan uw keel, indien hij een gulzig mens zijt. Indien hij een gulzig mens zijt. Ja, zo staat dat dan. Het is een pittig advies van koning Salomo in de Bijbel. En Steef de Bruin, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, noemt de tekst in een artikel over christenen en overgewicht. En vandaag is dat voor ons de aanleiding voor de stelling van vandaag. Christenen moeten op hun gewicht letten. En in de studio is redacteur Ernie Snaarhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zei Steef de Bruin er nog meer over? Nou, hij zei vanochtend, het is niet het allerbelangrijkste in het leven van een christen. Maar zijn aanleiding is dat begin deze week was een heel groot onderzoek dat er onder de wereldbevolking, 195 landen, is er onderzoek gedaan naar overgewicht. En nou blijkt dat een derde van de wereldbevolking overgewicht heeft. En zelfs meer mensen nu met overgewicht dan ondergewicht. En hij schrok daar zo van dat hij daarmee bezig was. En later dacht hij, hebben we als christenen hier ook niet een taak in? Ja. We kunnen in ons uiterlijk laten zien dat we christen zijn. En had hij met name ook over zijn achterban, de reformatorische christenen. En zei dat door middel van je gewicht. Nou, zelf vindt hij het ook lastig, gaf hij toe. Heeft een BMI van 24, dat is net iets aan de bovenkant. En hij zei, ja, ik vind het zelf ook lastig, dus ik heb het ook tegen mezelf. En hij vindt dus dat we een voorbeeld hier moeten zijn. Ja, dat christenen juist dan ook in het gewicht, in gezondheid dan een voorbeeld moeten zijn. Christenen moeten op hun gewicht letten. Wat zeggen de luisteraars daarover? Dat is me heel duidelijk, zegt Cornelia. Je ziet je... Gaat confronteren en gaat maken. Elisabeth, we zijn natuurlijk uit. Reageer nu op de stelling van de dag via www.grootnieuwsradio.nl.